Nou, mijn kleren zijn bijna droog. Maar weet je wat ik altijd fijn vind als dank? Ik heb de afwas gedaan voor Cito om hem te helpen. Zijn bed netjes gedekt. Gewoon dankbaarheid tonen voor iemand die je helpt. Ook ongeacht wat hij meemaakt, waar hij doorheen gaat. Ik ben een moeder die natuurlijk had gehoopt. Let him be healed now, right this moment. 38 man. Die man wil gewoon leven in zijn alle vrijheid. Iedereen wil in zijn vrijheid leven. Tuurlijk. Maar daarom is het belangrijk om naar de kern te gaan. Naar de kern, om ze te helpen. En de kern is de opvoeding. De moeder en de vader die in hun leven waren. Dat is zo bepalend voor een mens, hoe die de rest van het leven in het leven staat. Vooral als je later in je volwassen leeftijd komt. Dan loop je tegen bepaalde dingen aan. Ik liep tegen bepaalde dingen aan. En nu besef ik alleen maar meer, dat komt uit mijn opvoeding. De angsten, sowieso de angsten waar ik zo mee rondliep. En die ben ik al zo ver aan het loslaten, omdat ik gisteren dus aan het mediteren was, wat ik al zei. En begreep, what's going on? Ik begrijp nu ook beter de Heilige Geest, je lichaam en je ziel, je spirit. Those three things, they are connected, hè? Dus dat ga ik straks even uitlijnen, uitschrijven met krijt op de vloer. En even mijn bevindingen daar delen. Yes, mijn bevindingen, mijn bevindingen. En daarna zien we weer verder, want Cito heeft gezegd. Hij zegt, heb je plek? Ik zo weet het niet. Dus we're just gonna go out in a little bit when everything is dry. And we'll see where we're gonna roll, you know. Because hey, this mama is staying strong for my children. Nogmaals, mijn kinderen zullen trots zijn. Ongeacht wat die vader daar ook durft te zeggen tegen mijn kinderen in zijn psychische brein. Want hey, een echte goede vader, hè? Nogmaals, die zou niet zo hebben gehandeld. En die zal de behoeftes van zijn kinderen vervullen. En dat is hun moeder zien. Met hun moeder zijn. Duh, want dat is wat de kinderen willen. En niet andere vrouwen in hun leven brengen om moedertje te spelen. Dat werkt zo niet, hè? Want er blijft maar één moeder voor ze. That's me. One mother. One pure mother's heart. I will always stand strong for my children. En daar zullen ze trots op zijn. Ongeacht de pijn die ze nu voelen, dat ik er niet ben. En hun zijn niet bij mij. We zijn verbonden. We zijn altijd verbonden. En als we terugkijken, dan zullen ze weten. Hey, my mother was standing strong for us. Of course, I will always do. Because that's a pure mother's heart. Once again. Peace out.